vandaag ga ik jullie laten zien hoe je in de beer kan veranderen met je druid. Ik ben dus level 10 hier en bij deze kun je zo hier naar Aubedien vliegen. En je moet naar Aubedien voor de quest Body and Heart. En daarbij moet je een soort vogel verslaan, een uil. Een humanoid om zo maar te zeggen, die moet je verslaan. En dan moet je dit stof over hem heen strooien. En dan krijg jij dus control, de earned strength and body of bla bla. En dat ga ik jullie vandaag laten zien. Dit is de belangrijkste quest die je moet doen om in een beer te veranderen. En als je deze klaar hebt natuurlijk, als je die quest klaar hebt, moet je natuurlijk praten. En dan kan je op een gegeven moment gewoon in een beer veranderen. En om het makkelijk te maken om in een beer te veranderen, hebben ze iets. En daar kun je op drukken en dan kan je snel veranderen. Maar als je het fijner vindt om gewoon een grote tool te hebben om te klikken, dan kun je zo hier naar interface. Naar de action bars. En dan wil ik een right bar. Hier kan, maar ik kan ook zo right bar hier. Dat vind ik fijn. Maar je moet de altijd op oké drukken, anders slaat hij niet op. Dus oké, niet in de game. En zo ziet, ik ben hier in Aubedien. En dan gaan wij naar onze quest. En als je wat meer details wil over je quest, dan moet je hier op dit beltje drukken. En dan kun je hierop drukken. En dan krijg je hier informatie. En hier, use the moon dust on the moon king stone of Aubedien to bring forth Luna Cloud. From there you must face Luna Cloud and earn the strength of body and heart. It processes speak with Bill Walker in the Nausis when you are done. Description, dat is belangrijk, want in de description staat waar je heen moet en wat de bedoeling is. Nou, hier staat het in de kort beschrijven wat je moet doen. Directly east of Aubedien. Directly east of Aubedien. Lay many monkey caves. Dus hier zo liggen monkey caves. They own closest to Aubedien has a monkey stone inside. Dus dat is hier zo. Luna Cloud, the defender of the stone, will face you only when Jennifer Moondust is applied to it. Luna Cloud processes within it a strength that you must use as own of the cloud. You've earned the right to use this Jennifer Moondust feat. Now show me that you've earned the right to process the strength of body and the strength of heart needed as I druid. Dus ik ga nu naar het oosten, naar de Monkey Caves. En dan degene die het dichtstbij ligt, van Aubedien dus. Dus ongeveer hier of hier. Maar daar in een van die grotten, daar ligt een stone. En daar moet je dat stof overheen doen. Kijk, hier heb je al een monkey in. En hier. Deze ligt heel dichtbij. Dus ik ga deze doen. Dus ik ga van mijn paard af en dan pak ik hier de eerste monkin. Zo, dan blijft hij even vastzitten en kun jij je spreken. Hallo. Dus ga je drinken.
Zo. En deze kun je gebruiken om pressure damage te doen aan het target. En dit is om te healen, die is om te healen. Deze, deze is voor mana. Dit is ook om te healen en dit zijn quest objectives. En dit is een small axe. Zo. En dan ga ik nu deze doen. Dus ik probeer deze. Too far away. Zo. En dan gaan we hier de grot in. En dan kijken of daar een stone ligt. Ja, dat is de stone. Vechten. Dus als je hier dit overheen doet, dan zou ik op full heal zijn en op full mana. Want dat is het beste en het handigste, want anders ga je makkelijker dood. Dus ik ga wat drinken. En dan heb ik full heal en full mana. En dan ga ik zo... Summon Luna Claw. Dat is Luna Claw. En die is best sterk. Dus je moet ook vooral maar overhouden om jezelf te healen. Dit is de geest van Luna Claw. Zie, Luna Claw Spirit. En daar moet je mee praten. En dan moet je zo praten. En dan heb jij dit. Face Luna Claw and earn the strength of body and heart in processes. Complete. Dus nu moet je weer naar... Hier. En dan moet je met iemand gaan praten. Dus ik ga op mijn lightsaber terug. Zo. En dan gaan we weer vliegen naar Dornhausen. Vliegen gaat sneller dan lopen, dus zoals dit. En nu ook vooral omdat je nu over de zee moet. En zwemmen gaat sowieso al langzamer dan lopen. Maar je kan bijvoorbeeld ook met de boot naar Dornhausen, maar dat duurt wat langer omdat je dan niet direct kan varen. Want die boot verwacht natuurlijk ook andere passagiers en al van dat soort dingen. Dus ik ga hier zo vliegen. I am honored. Zo. En dan kun je dus zo over de zee vliegen. Zo. Zo aan hier en dan kom je hier. En dan kun je met een of ander portaal kun je hierheen. En dan gaan we hier praten.
De nachtelfen en de wolven, dus eigenlijk de wargens, die kunnen op deze dingen vliegen. Maar ook de draenei kan hierop vliegen. En de mens en zo, die kan op een soort van adelaar vliegen. Een hele grote adelaar. Maar eigenlijk kan iedereen daarop vliegen, behalve de poppetjes van de Horde. Want dat zijn geen Alliance. Kijk, dit is de boot waarmee je zo van dit plekje naar Aberdeen kan vliegen, naar kan varen hier. Zo. En dan gaan we door dat portaal. Zo. Nu zijn we er nou, is dus Allies Territory, dus niet Horde Territory, want Horde Territory is dan dat de Horde daar kan komen en Allies Territory is dat de Allies daar kan komen. Zo, wij gaan daarin. En dan gaan we dus die trap op hier. Zo. What brings you here? Body and Heart, complete quest. En dan hebben we iets getraind. Zo, hier weer voor. En dan hebben wij deze kleuren. De nachtelf, die heeft weer andere kleuren. Maar waar het op neerkomt, deze doet nog steeds meer damage. En heeft meer power. Dus als je gaat vechten, kun je best deze vorm aannemen. Maar deze is wel minder snel. Zo. Dat merk je ook als je dit doet. En om te vangen kost mana. En dit is mana en dit is rage. En die rage heeft ook een warrior. En die warrior, die heeft rage nodig voor zijn spells natuurlijk. Maar een warrior en een en een beer krijgen dus range van het vechten. Dus als ze in het gevecht zijn, krijgen ze range en dan kunnen ze spells doen. Hier bij Feral Combat heb je nu ook dit. Dus als je weer gaat, heb je ook weer spells en dat is van dit. Dit was mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het leerzaam vonden, hulpvol of wat dan ook, geef deze video een like en abonneer op mijn kanaal. Zo mis je niet één video. Doei!